Jongens, even EK turnen. Ik neem aan, jij zit er nu in. Jij kijkt, Sanne Wevers, Lieke, noemen ze allemaal. Jij kijkt nu ook, want jij moet er ook een paar keer bij zitten. Ja. En? Tevreden over de prestatie? Tweede plaats, zilver? Nou, prima. Toe, kijk, hè? Prima. Die mensen, dat hele gezin, dat heeft natuurlijk wel onder druk gestaan. Ja, en zo, dat kan wel zeggen. Onder hele moeilijke omstandigheden heeft dat meisje toch top gepresteerd, wat je ook over dat turnen denkt. Ja. Nou ja, goed, dus ik vind dat wat die Duitse meisjes doen met die pakjes aan, dat vind ik overigens heel verstandig. Goed statement. Ja, dat vind ik heel verstandig, want die fotografen die zitten dus gewoon, dat blijkt als je die krantenverslagen leest, die zitten gewoon te wachten op een spagaatje of ze dan een stout fotootje kunnen maken. Dat zijn maar smeerpijpen, zeg jij, die fotografen. Nou ja, maar dat is seksistisch, dat doe je niet. En die Duitsers die hebben met die pakken dat in één klap opgelost. Ja, want op een gegeven moment had je bij het volleybal ook Lacoste, heette die man geloof ik, die voorzitter. Die wilde ook dat ze steeds minder aan gingen trekken, die volleybals. Dus om het spel aantrekkelijker te maken, had hij erbij gezegd, die Mexicaan. Nou, dat werd niet gewaardeerd. Nee, maar dan moet je lid worden van nu dit is de vereniging, dan kun je je blote tokens volleyballen. Ja. Maar goed, ik bedoel, de vader mag niet mee naar de Olympische Spelen, maar goede prestatie, hè, voor de familie Wevers, met het haar strak achterover. Ja, ik blijf het een heel vreemd gezin vinden, hoor. Waarom? Als je hele leven uit een balk bestaat, dan denk ik van, er zijn toch nog andere dingen, hè? Dat is toch een soort passie, dat kan toch? Ja, ik vind het een vreemde passie. En dat zijn helemaal niet van die lelijke meisjes, maar vindt zij het leuk om die haren zo achterop te kammen? Ja, maar ze kan toch niet met een bos haar op zo'n plank? Daar ziet ze toch helemaal niks meer? Dat kan toch niet? Jij kan er ook niet op zo'n plank. Jij moet ook met een haren zo naar achteren, want anders lukt het je niet. Ik kom ze wel eens tegen. Ja. Jij komt ze tegen op die balk of niet? Ja, niet op de balk. Oh, oké. Maar waar dan? Het zijn hele mooie meisjes. Waar dan? Nou, ze hebben prachtige figuren, die meiden. Ze zijn hele mooie meiden. Ze schijnen ook heel veel geld te hebben, dat gooi ze over die balk, hè? Oh, ja. Nou ja, dat is hartstikke mooi. Ja. Heb je het een beetje meegekregen? Je hebt niet meegekregen. Je hebt niet gekeken vrijdag. Want je hebt natuurlijk met die keukenkampioen zat jij afgelopen vrijdag. Ja. Maar wij proberen een beetje in te komen. In die Olympische Spelen. Ja. Want we hebben natuurlijk de hele zomer te gaan. We hebben de Tour de France doen we erbij. We doen een week, weten we zelf nog niet. Er is helemaal geen sport dan die week. Maar we doen wel wat. Maar zou je er niet een keer een week niks doen? Nee, dan gaat het door. Dat gaat niet. Liefst drie keer per avond. Ik hoorde ook dat een kans is zit dat we nog van 5:30 tot 6:00 moeten. Geintje, dat hoop ik wel. Nee, dat hoop ik wel. Ja, nee, maar dat kan niet. Maar dat was tegenover de vooravond of tegenover M. Ja, zoiets, ja. Dan gaan we nog even knallen allemaal. Nou, als we het van M niet winnen, dan winnen we het nooit meer. Oh jee, maar badminton, daar heb jij nog wel verleden mee met René trouwens ook. Jullie hebben nog wel eens gespeeld, toch, samen? Hebben wij gebadmintond? Ja. Nee, gebadminton thans. Volgens mij, daar zijn beelden van. Jullie hebben vroeger wel eens gespeeld samen, toch? Tuurlijk. Ja, ja, ik hoor net dat ik. Nou, kijk, ik weet het staan jullie hoor, met z'n tweeën. Kijk, hoppatee, even aan het net. Hè. Oh, kijk eens even. Hebben die mensen zich vanmiddag verveeld? Ja, of zo? Die zaten zich te vervelen, maar die willen ook in die Olympische Spelen komen. Die willen dat gevoel een beetje krijgen. Maar wij kijken, Hans, wij kijken naar de Olympische Spelen met de blik van leek. Het is te vergelijken met jou. Jij doet het al jaren met voetbal. Vind je hem leuk? Nee, ik kan er niet om lachen. Ik vind hem niet heel erg grappig, joh. Nee. Ook vond ik niet zo slecht. Nee, is wel niet slecht. Nee. Ik vond die balk leuk. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.